Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik oftewel waard. En vandaag ben ik weer in de Minecraft Survival Serie server met Rune. Ik heb eigenlijk geen idee welke aflevering dit is. Het kan goed zijn dat deze aflevering pas binnen maanden online komt. Yo. Maar ik ga in deze video dus mijn farmpie maken dat hier komt. En dat is nodig, want ja, mijn diertjes die eten nogal. En mijn wheat is op. Dus ja, dan heb ik een farm nodig. Ja, ik ga hem dus hier zetten. En daarvoor moet ik wel een paar blokjes omzetten. Ga ik hier de hoekjes ga ik eventjes naar ook maken. En ik ging dan ook bij mij in mijn huisje diertjes zetten. Ja, Rune gaat gewoon diertjes zetten. In zijn kelder. Oh. Ja. Bij zijn honden. Nee, mijn honden... Nee, ik heb in mijn kelder heb ik nog een trap gemaakt. Ah, daar ben een kelder in de kelder. Mee. Ja. Wajo. En dit hout is trouwens, mensen die zich dat nu afvragen, dat is voor het hekje op te zetten. Want hier komt natuurlijk wel een hekje, zodat mensen mijn ding niet op kunnen. Hier is het hout. Ik moet dan wel weer een paar hekjes gaan maken. Oké, daar ga ik echt goed veel hout voor nodig hebben. Ik ga eventjes tellen hoeveel hout ik nodig heb en dan ben ik terug bij jullie. Maakt de farm maakt en hij ziet er best goed uit. En dan crasht de game. En dus ook uw video. En heb ik dus heel die video, heel dat stuk video niet meer. Ja, kijk, okay, dit is dus wat ik nu heb van farm. Ik heb hier meloenen, dan heb ik in totaal 6 carrots, want carrots eet ik normaal niet heel veel. Dan aan deze kant allemaal potatoes, aan deze kant allemaal wheat. Hier in het midden een paar van die sugar dingen, sugar canes. Hier pompoenen en daar nog meloenen. Ja, ziet er vrij goed uit. Alleen wil ik nog wel iets op dat water doen. Misschien niet ook nog iets storen? Wat moest ik tonen? Ik probeer die aan te wijzen, ik ga het niet zeggen. Wow. Van de enddingen. In de hoekske. Van naar ja. De end. Ja, ik heb dus een tunnel gegraven van de end, burcht-achtig ding, helemaal naar de nether. Kamer daar. En die gaat dus helemaal hier naartoe. Gaat, ja. En die gaat volledig recht. Het is ongeveer 100 blokken lang. Gaat volledig recht. En dan kom je hier recht in de nether, enderkamer uit. Hier. Dus ja, dat is wel echt gewoon. Dat is echt gewoon professional player dingen. Hè? Want ja, dat. Wow, ik was bijna in de lava gevallen. Dit kun je ook gewoon niet uitplannen. We hebben dit ding gevonden. Oh, sorry. What the fuck, wacht. We hebben dit ding gevonden nadat we onze basis hebben gezet. Dus dat is echt gewoon, ja. En ja, dat connecteert nu perfect hier aan. Ik ga dan hier ooit een hele coole gang van maken. Voor, naar, voor elk moment naar de end te kunnen, als we willen. Ja. Ja. En ja. Ik was bezig met iets voor op die dingen. Maar ik weet niet of dat ik iets heb voor daarop te doen. Want ik dacht zo. Maar nee, dat gaat niet mooi zijn. Wat kunt je daar allemaal op doen? Oh, ik heb al een pompoentje die er groeit. En een. Ah ja, een pompoen en een meloen.
Meloen. Meloen. Meloen. Ja, ik ga het daarbij ook gewoon laten voor de farm. Maar wat ik ook wel in deze video wil doen, is die chest voor te beginnen opruimen. En dan dit hier een beetje mooier maken, want dit is nog altijd een hele muur. Ik heb trouwens ook wat van mijn cobblestone heb ik in de chestkamer, allee, chestruimte hier achter mij geplaatst. Dus nu kan je zien hoeveel cobblestone ik heb. 1 grote chest volledig vol. 2 grote chests volledig vol. 2 grote chests en 1 kleine chest volledig vol. En dan nog een paar stickies. Ja, ik heb veel cobblestone. Te veel eigenlijk. Even iets checken. Maar dat is allemaal. Dat is zo'n rommelchest, zo wat hier allemaal in zit. Oeh, daar zitten zaden in. Die had ik echt nog kunnen gebruiken toen ik daaruit dat ding aan het maken was. Ook wol, pumpkin seeds. En flint en steel. Handig dat ik hier nu achter kom. Oh, dat is zo handig geweest als ik gewoon echt zo deze chest echt gewoon 10 minuten geleden openmaakte. 6 voor 2. Oh nee, die heb ik nodig. 2. Dat is trouwens voor. Dit is nog voor een later project. Dat komt nog allemaal. Dat zullen jullie nog zien. Maar voor nu ga ik dit hier allemaal gewoon in 1 rommeltje doen. Oh, niet die pijlen. 8. Zo'n 8 nodig. 8 maal 6. Zo. Ik moet deze chestkamer hier ook nog echt eens gaan maken. Dat is 1 van de volgende projecten. 48 gedeeld door 4. Oké, dan ga ik nu 12. Dat daar doen. Ik was even niet aan het berekenen. Ja, ik had het door. Ik ga nu gewoon heel veel dirt pakken. Ik heb ook wat torches in mijn inventory. En dan ga ik gewoon deze berg een beetje mooier maken. Dus ik zie jullie als die wat mooier is. Ja, dit ziet er niet uit, hè. Een berg die klaar is. Ik moet alleen nog torches zetten aan de binnenkant. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen. Ja, gewoon eventjes hier naar binnen. Zo. Jij is een kaksomie. Zo. Zeker daaronder inzetten. En dan hier nog zo. Daar eentje dan. Daarboven niks kan spawnen. En dan is het wel goed, denk ik. Dus, ik denk dat het zo was. Net als eentje zo. Dus daarbij is die berg ook klaar. En ondertussen is Rune aan iets aan het werken. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Dus ik ga komen kijken. Klein secondje. Oké. Maar ik ga eerst mijn dirt weg doen, dus je hebt tijd. Zo. Nee. Oké. Zo. Give it back. Nee, het is gewoon gespawned. Ah nee, oh. Ik heb het opgepakt. Waar is er gespawned? Niks. Ik heb het. Ik dacht dat je gespawned was. Oké, hier moet eigenlijk ook nog een berg, want hier is zo heel vlak nu. Maar ja, dit ziet er echt wel een heel stukje beter uit. Hier moeten dan wel uiteindelijk nog bomen op komen. Maar ik ga eerst het gras wel laten groeien. Dat het een beetje mooier kan worden. En dan ga ik ook deze spin even afmaken. Dat is een trein. Geen zorgen. Zo. Zo. Oké, mag ik komen kijken? Nee, nog niet. Het is nog niet af. Okay. Het is niks bijzonders hoor, dus je moet niet helemaal van oeh. Ja, ik weet niet. Wat is dit nu weer, joh? Die boom is nog altijd niet gegroeid. Ik heb die wel misschien. Maar fijn. Die kan toch groeien? Waarom mag dat niet? Ik kan die een beetje bone meal geven. Kom. Opnieuw. Ik heb daar juist een klein beetje bone meal gefarmd ook met mijn farmpie hier. Het is wel een handig ding, ik heb mijn farmpie.
Ik heb mijn bone meal hier boven opgeslagen. Ik had natuurlijk ook al wat. Ik had meer dan een steak, dus ja. Zo. Oh, het ziet er hier nu wel echt heel mooi uit, Serune. Ja, oké. Okay. Zo. Groei. Oké, waarom kan die niet groeien? Is dat door deze? Misschien... Wacht. Misschien komt dat daardoor. Anders is het door... dingen in de hoogte. Dus haak ik eventjes dit om. En ik haak dat om. Zo. Dan ga ik nu gewoon... al mijn bone meal daaraan opdoen en heeft het niks opgeleverd. Waarom groeit dit ding niet? Allee, wat zit er in de weg? Misschien, oh, het zou ook gewoon dat gras kunnen zijn. Oké, ik ga hem nu maar gewoon laten groeien en ja, geen bone meal meer aan spenderen. Mag ik nu komen, Rune? Nee, nog niet. Ik ben nog volop bezig, man. Hoe lang nog? Ik weet niet. Maximum 10 minuten, waarschijnlijk minder. Oké. Ik ga dan, wanneer ik bij Rune eindelijk mag zien wat er gebeurt, terugkomen bij jullie. Maar dan ga ik nu even... kut. Maar ik ben echt... Oh, ik ben echt benieuwd. Oké. Ja, dit is het. Dat. Dit is het. Dit is het. Gewoon dat. Ja, nu kan je naar binnen. Kijk, dan kan ik naar binnen, zo. Ah, dat goed. Nee. Ik kan niet naar binnen. Jawel, je moet springen. En dan doe je dat dicht. Mobs kunnen zo niet binnen. En als ik ze wil neerknallen, doe ik dat gewoon. Waarom duurt dat like 10 jaar? Ja, omdat mijn ding hier 2 blokken hoog is. En daar boven... stak mijn chest, dus die moest omhoog. Maar dan stak ik hier tegen het plafond. Dus moest ik dat hier zo'n half dingetje hoger doen. Oké. Oké, very nice. Ik ga er wel denk ik zo hele blokken van maken. Dat ziet er misschien tenminste een beetje mooier uit. Zo. Oké, en dan heb ik best wel wat gedaan in deze video. Ik heb het farmpie afgemaakt. Ik heb even naar een plaats waar dat ik het mooi kan laten zien, daar op de berg. Deze video duurt echt zo 10 minuten. Nee, het was geen lange video inderdaad, denk ik. Maar waarom is het zo gebeukt? Oké, zo. Ik heb dus de farm gemaakt en ik heb een berg in elkaar gestoken. Kijk, hier wat een mooie berg. En daar is een farm. En Rune heeft een mooie deur geconstrueerd. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ik vond hem zelf leuk om te maken. Zeg allemaal oh, Bert. Rip Bert in de comments voor Bert. Oh, Bert is weg. En ja, dag. Maar hey, je naar mijn shikes, maar alle waar je jeurt.